5 jaar geleden had ik keifelle hoofdpijn, waardoor we naar het ziekenhuis zijn geweest. En daar hebben we ontdekt dat ik een hersentumor heb. Een hersentumor is eigenlijk een bolletje in mijn hersenen dat ongeveer zo groot is als een pingpongbal. En die groeit. Die kanker, dat is niet zo gemakkelijk om weg te halen. Maar daar bestaan wel medicijnen voor. Maar die medicijnen zijn heel zwaar, want je krijgt daar buikpijn van. Je bent altijd heel erg moe en je moet ook soms overgeven en zo. Dat is niet echt tof. Door die medicatie kan ik soms niet naar school, want dan moet ik naar het ziekenhuis. Soms ook bij het dansen, want dat is ook heel moeilijk als je moe bent en je kan niet zo goed meevolgen. Ja, zo'n paar dingen, dat is echt aan mijn tand als je kanker hebt eigenlijk. Soms moeten al mijn gevoelens weg door even te wenen. En ja, soms ween ik gewoon omdat ik boos ben dat ik het heb. Als Alina er een beetje slecht voelt, dan proberen we spelletjes te spelen of zeggen van het komt wel goed, dat gaat wel gaan en over iets anders praten, dan vergeet ze dat even. Ja, omdat als je zo niemand hebt of zo, dan voel je je zo eenzaam en dan denk je van ik kan dat niet en zo. Maar als je vriendinnen hebt en zo, dan lukt dat misschien wel beter. Ik vind het echt geweldig dat ik mijn beste vriendinnen altijd bij me heb. Want met mijn kanker ben ik sneller boos of verdrietig. En zij troosten mij in 1, 2, 3. En ik ben gewoon kei blij met mijn vriendinnen. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal. Dan mis je geen enkele video van Karrewiet.